Bij mij staat Marcel, is de voorzitter van het kindervakantiewerk. Ja, klopt. Kerstverse voorzitter. Zo, nieuw begonnen? Ja, sinds dit jaar. Ja. Okay. En woon je lang in Marseilles of altijd al? We wonen sinds 2014 in Marseilles. Oh, dan ken je het dorp onderhand wel. Ja, ja, het is niet mijn eerste jaar bij de vakantiespeelweek, maar ja. Je hebt er vaker meegedaan en nu ben je voorzitter. Ben je erin gegroeid? Ja, zo is het, precies. Op erin gesmeten? Nee, het was vrijwillig. Vrijwillig, ja. Goed zo. Ja, ja. Maar je hebt heel veel voorbereiding natuurlijk. We komen inderdaad al een aantal keren van tevoren bijeen. En dan doen we vergaderingen, brainstorm sessies over wat we gaan doen. En thema's verzinnen, spelletjes verzinnen. Ja, dat is altijd erg gezellig. Ja, de hele week of de dagen, hoeveel dagen zijn het eigenlijk? Het is van woensdag, donderdag en vrijdag. En ze blijft slapen en ze gaat vrijdagavond weer naar huis. Ja, zo klopt het. De bovenbouw blijft slapen, de kleintjes gaan naar huis. Is ook bijna niet te doen voor die kleintjes. Nee, de kleintjes, dat zou te veel worden. Maar zo gaat het goed. Ja. En je hebt een prachtig terrein, hè? Dus echt, het is geweldig hier. Ja, we zijn gezegend met een hele fijne blokhut en een grote tent. Dat is echt geweldig, ja. Die tent is van het bestuur zelf, zou ik maar zeggen? Of? Ja, dat is van onze vereniging, zeg maar, de vakantiespeelweek. Ja, ja. Ja. En hoeveel kinderen zijn er? Er zijn dit jaar 64 kinderen. Alleen uit Marseilles? Ja, dus het dorp is weer groeiende wat dat betreft. Ja, nou, heel erg leuk. Ik wens je nog heel veel plezier en we kijken even rond. Ja, dankjewel. Okay. Ik zit hier gezellig op een bankje in Marseilles bij de blokhut. Ik moet zelf even nadenken. En ik zit hier met een paar van die dames en die willen mij wel iets vertellen. Wie ben jij? Sien. En wat is hier te doen? Vakantie speelweek. Ja. Oh. En dan ga ik met een ander meisje. Wie ben jij? Eline. Jij bent Eline. En Eline, vertel eens. Wat doe je hier? Bouwen. Bouwen? Wat bouwen? Hutten. Hutten. Maar waarom bouwen jullie hutten? Omdat het vooral heel leuk is. En het is vooral heel leuk. En ze brengen ook best wel veel pellets. Dat kan je ook goed bouwen. Oh. En wat doen jullie daarna als je hutten klaar zijn? Spelletjes ook. En wat gebeurt met die hutten? Uiteindelijk worden die afgebroken. En in de fik gestoken? Ja. En dan krijgen we dus geen paasvuur, hè, maar een einde vakantievuur. Ja. Ja. En wanneer gaat dat gebeuren? Als de vakantiespeelweek af is. Dus vrijdag. Vrijdag. En blijven jullie hier ook slapen? Ja. Oh jee. Niet slapen dus? Ja, nou, jawel. Sowieso wel. Toch wel? Ja. Toch wel. Kunnen jullie, liggen jullie met z'n allen bij elkaar? Ja, in die tent. In die tent? Ja. Oh. En nou is alles opgeruimd? Die slaapzakken en zo, die liggen er nu niet? Nee, die liggen nog in de auto. Ah, en die komen vanavond weer tevoorschijn? Ja. Oh, kijk eens aan. En hoe laat moeten jullie naar bed? Wanneer de leiding het zegt, maar dan slapen we meestal nog niet gelijk. Dan ga je nog zingen en nog moppen vertellen. Gies. Ja. Ja? Wie kan de moppen vertellen? Gies. Gies. Is Gies er niet? Nee. Oh, dat is nou jammer. Ja, maar goed, die zien we dan wel weer een andere keer. En dan gaan we even rondkijken. Willen jullie ons rondleiden? Ja. Ja? Ja. Oké. Okay. Hier ligt, dit is geen slaapzak. Wat is dat hier? Een beetje dichterbij komen. Wij gaan hier niet slapen. Nee. Hier, wat is het dan? Om te zonnen of zo? Ja, wij bouwen gewoon hutten en dan doen we gewoon een beetje inrichten ook. En moet je dan ook timmeren? Ja. Heb je al eens op je vingers geslagen? Ja. Je gaat kijken. Ja, nu niet, maar wel. Oh, ja. Eerlijk. Oh ja, dat valt me. En wat is het jullie hut? En die heeft een naam gekregen, hè? Hoe heet die? De zebra. De zebra. Waarom zebra? Omdat we het plaatje hebben van de zebra. Oh, hadden jullie dat ergens gevonden of gezocht of gekregen? We moesten grabbelen. Oh ja, een soort grabbelton. Ja. En daar heb je de zebra uitgetrokken. Oh ja. Ja, en dat is de naam van jullie hut. Ja. Nee. Maar jullie moeten nog een heleboel bouwen, mm-hmm. Toch? Ja. Ja. Ik zie het, want het is wel een beetje rommelig hier. Maar ja, als je bezig bent, dan heb je rommel, hè. Totdat het klaar is. Mm-hmm. Succes, we gaan naar de volgende. Ja.
Ja, ik denk dat het maar hoor. Hier staat het spijkerbad nu. En wat is dit dan? Een hut. Ja, nog een hut. Nog een hut. En hoe heet die hut? De tijgers volgens mij, of de leeuwen. Leeuwen. Maar ik zie hier ook schilderingen op de grond liggen. Komt dat aan de zijkant? Ja, of aan de binnenkant. Oh ja, als een behangetje. Ja. En bovenin wordt het terras. Denk het wel. Ja. Leuk, mooi. Ja. En die schilderingen die moeten gewoon opgehangen worden om het mooier te maken. Ja. Oh, ja. Maar die maken kleuters. Oh, die maken de kleuters? Ja, ja, die kunnen nog niet bouwen. Nee, die zijn nog met een speurtocht bezig, hè? Ja. Ja. Dus die zien we niet, dat is jammer. Maar dit is ook leuk. En hier is ook een beetje rommelig. Totdat alles klaar is, hè? Ja. Nou, dan gaan we naar de volgende. Kijk eens, dat moet dus nooit, hè? Ja. Dat moet nooit. Die moet je altijd langs de muur leggen of zo. Met de scherpe kant naar binnen. Maar dat is niet altijd. Ja, dat maakt niet uit, man. Zit er... Ja. Hier zijn we bij de live show van de tijgers. Maar ik zie nog geen tijgers. Die zitten nog zeker in een kooi. Ja. En waar hebben jullie die verstopt? In de kooi. En daar mogen wij niet in? Nee. Oh jee. Maar jullie zijn hier nog veel meer hutten aan het bouwen. Het is hier ook een beetje rommelig. Wanneer is het allemaal klaar? Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Maar jullie moeten vrijdag weer naar huis. Ja, zo is het. Dus dat moet er klaar zijn. Ja. Wordt het dan weer afgebroken misschien? Ja, uiteindelijk wordt het wel weer afgebroken. En dan? Wordt het op het vuur gegooid. Oh, dat is dus een kampvuur. Ja, een heel groot kampvuur. Heel groot. Ja, als al die pallets opgestookt worden, dan is het inderdaad een groot kampvuur. Ja. Dat lijkt me heel leuk. Komt de brandweer ook nog, denk ik. Ja, dat niet. Nou, met die bossen in de buurt? Ik denk dat er wel een paar van die mensen komen, hoor. Maar ja, dat zie je vrijdagavond dan wel. Ja. Eerst maar eens dit opbouwen, hè? Oké. Dames die iets in elkaar knutselen zijn. Zullen we het daarop houden? Ja. Oh ja, daar zijn wij. Ja. Nou, hier ben ik bij een paar dames en die zijn iets in elkaar te knutselen. En wat gaat dat worden? Een scrunchie. Voor in de haren. Ah. Ja. Maar dit is wel leuk. Nee, nu kunnen ze zelf kijken of ze dat willen. En dan moeten ze eigenlijk zelf mee beginnen. Maar ja, dat bedoel ik. Of eigenlijk zelf afmaken, maar daar is halverwege, dan gaat dat weg. Meestal gaat de interesse dan een beetje, hè? Ja. En veren. En... Ik zie een hele tafel vol. Wat ligt er toch allemaal? Oh, jullie gaan een beetje hoofdtooien maken. Kan ook, ja. Ja. Ze hebben daar ook allemaal dingetjes ophangen, zeg maar. Voor de voorbeeldjes. Ja, de voorbeeldjes wat ze eigenlijk allemaal kunnen maken. Ja. En, ja. Dan mogen ze eigenlijk zelf een beetje knutselen en doen. En, ze hoeven niks, het mag. Het mag. Nou, er is toch niks leuker dan dat. Het hoeft niet, maar het mag wel. Nee, dat klopt, ja. Okay. Het is leuk, heel veel succes. Het is wel erg leuk, ja, moet ik zeggen. Het is een prachtige omgeving, hè? Ja, ja. Ja. Om te organiseren. Ja, mooi. We gaan naar de koffie, want dat kregen we net aangeboden. Kijk. Waar zijn jullie van? Ja. Thank you.